Dames en heren kijkers, van harte goedenavond en welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Plintjong, natuurlijk via Bersatu Televisie. En het is de 51ste aflevering van Plintjong. Hedenavond hebben wij als gast in de studio de heer Paul Heidanus. Met hem ga ik dan lekker babbelen en van hem gaat u zelf vernemen wie hij is en welke activiteiten hij dagelijks ontplooit. Natuurlijk keselamatan ing waktu iki marang poro pemirsa utawa poro penonton sing tansah tak hormati. Iki siaran Plincong sambungan nomor 51 lan ing wektu iki aku kedayoan salah sijine tamu yaiku seniman ya saka negara Suriname ora jeneng Jawa ananging bisa ngomong Jawa ora liya kejaba Paul Heidanus. Mengko bisa mirengake dhewe apa ceritane apa sing diaturake dening Mas Paul Heidanus. Paul, goedenavond en welkom in de studio. Goedenavond, Om Dus. Mag ik je alvast bedanken voor het feit dat je dan tijd en moeite gemaakt hebt om mijn uitnodiging te accepteren, dus dat je de studio kan bereiken. Ja, geen dank. Oké, ik heb de kijkers zo net verteld wat de heer Paul Heidanus doet en wie hij is, moet je dan zelf vertellen. Ga je gang. Nou, nogmaals van harte goedenavond, beste kijkers. Mijn naam is Paul Heidanus. Ik ben hier als gast bij Om Dus. Wie Paul Heidanus is? Nou, ik ben een heel eenvoudige man, muzikant, zanger. Nou, hoe het eigenlijk begonnen is, vanaf kleins af had ik al interesse in muziek. Maar ik had nog nooit gedacht om te gaan zingen. Maar op den duur ben ik toch gaan bezinnen van ik moet toch wat doen qua mijn zangcarrière. En zo is het gestart. Ik heb namelijk twee projecten lopen. Eén in Suriname, dat is het project van Putraku, volume 1. Waar dus enkele nummers al staan en ook bekend zijn hier in Suriname. Maar ik ben ook bezig met een project in Indonesië. Mijn tekstschrijver in Indonesië is Mas Eko. En de arrangeur is dus Mas Lili. Zij is geen old bekende. Ze maakte dus ook muziek. Ze maakte toen ook muziek voor Mas Didi Kempot. Dus ik doe mijn best. Ik ben geen topzanger, maar ik doe mijn best, want ik ben zelf muzikant eigenlijk. Maar ik wil dus ook het publiek wezen dat als je wat wilt bereiken en je zet het voor, kan je het sowieso wel bereiken natuurlijk, Om Dus. Wanneer en hoe was je begonnen? Wel, ik was, bedoelt u zingen? Of, ja. Oh, zingen, oké. Okay. Ik ben begonnen met zingen. Nou, zingen en zingen zijn twee. Ik bedoel, CD maken, dat is vorig jaar begonnen. Pas vorig jaar? Ja, vorig jaar was ik begonnen. Mijn tekstschrijver van nu voor het project is Masai Pawirejo. En al mijn arrangementen laat ik doen door Mantje Carso. En video natuurlijk door Sean Records. En dat je pas vorig jaar bent begonnen met zingen, maar je hebt eerder activiteiten ontplooit met betrekking tot het maken van muziek. Ja. Bespelen van instrumenten enzovoort. Ja, klopt. Ik heb voor, ik heb voor heel wat populaire Japanse bands mogen deelnemen. En net wat ik zei, vanaf jongs af was ik begonnen met musiceren. Ik was toen maar 8 jaartjes jong. En was ik begonnen met een kleine pianootje. Daarna ben ik dus gaan vorderen naar, ben ik op de drums gegaan en zo op de percussion. En ik doe zelf ook mijn eigen muziek. Ik heb mijn eigen kleine studiootje ook. Ik doe ook alles wat te maken heeft met media, doe ik een heel beetje. Dus je bent een allround man? Ik ben een allrounder, om zo te zeggen, ja. Mannetje van alles? Van alles. Hey. Wissem, barang en er. Kijk eens, voor een penonton moet je dat aanraken. Jenenge, Heidanus, orang jeneng Jawa. Misschien kan je onze kijkers vertellen hoe je
die naam Heidanus Drang, maar dat je een Javaanse Java bent. Lah makku Jawa, ya. Para pamireng makku Jawa, paku Londo. Lah aku anake wong Jawa iso ngomong Jawa lah, Mas. Iya to perlu. Ya nek ora dipelajari ora iso. Ya iso. Biyen aku manggon ning Marienburg rong taun ning Marienburg dipelajari karo simbakku, paku Gut. Lah wong ga iso ngomong Ningre, tapi wong iso ngomong Londo. Ngomongane iso Jawa. Lah aku ning kono aku perlu nganu lho, Mas. Iso ngomong Jawa to. Wis rong taun iso ngomong Jawa piye gitu, Mas? Oke. Aku guyu mari ben trots. Trots yeah. Di sin dat je de taal spreek. Klop. Oke, jongere, ora bisa ngomong Jawa. Dus jongere di Javaanse name drage. Ya. Yeah. Lha iki jenenge iku, carane iku isin. Ya. Yeah. Nah, wong Jawa sing nom-noman iku isin ngomong Jawa. Pala Jawane iku ilang. Ya. Yeah. Lah aku itu, aku ora Jawa voli itu, aku cek. Ya, itu separuh-separuh yang benar. Ya. Di nam Heidanus iskin Javaanse nam, vandaar dat ik say, dat ik trots ben. Ya, klop, klop. Heel veel mensen hadden ook nooit gedacht dat ik Javaans kon spreken. Vandaar dat ik ook heb gekozen, ik heb bewust gekozen om Javaanse nummers te zingen. Okay. Omdat ik dus, ik voel me natuurlijk thuis met de Javanen. En ik wil dus eigenlijk hier in Suriname ook de Javaanse cultuur eigenlijk blijven behouden. Okay. Omdat ik dus persoonlijk zie dat het een beetje aan het dalen is eigenlijk. Omdat kijk, als je een nummer naar voren brengt, dan ga je hem dus als het ware nu mixen met Jawa en Londo, ja? Yeah? Mm-hmm. Soal dit, nak ngirim ke Indonesia, bijvoorbeeld, wong ora dunung ku Holondo. Terus dunung iku Jawa. Ya, karena ik heb besloten om dus in samenwerking te gaan met Indonesia, een beetje internationaal, omdat ik ook Indonesië wil laten zien dat in Suriname hier niet alleen de Javanen Javaanse willen te spreken, maar ook de niet-Javanen ook de Javaanse taal kunnen beheersen. Dus daarom heb ik besloten, het is mij gevraagd als ik dat wil doen door Indonesië. Ik zeg oké, ik doe het graag. Kijk, het is mooi en waar. Na lagu Jawa dan nang YouTube, iku yo seluruh dunia. Over the hele world. En Javanen zijn overal te vinden. Maar ze vinden liederen van Surinaamse artiesten. Kan gue accenten ku, orang juiste accent, de intonatie, etcetera, ku soms verkeerd. Orang betul, het woord seto, ku mati toh. Lelang ku mau coba nyanyi nih, KPY podo seto. Seto, iya tak? Iku sen formil dervan. Lah aku gue problemnya kim barang. Nah aku ngirim ke lagu, nah mesti nyanyi lagu nih, terus ngirim ke Indonesia, orang ngepel, hey, aksen kleru. Aksen kleru. Dirapal meneh, terus dan banyak blind itu loh, dan iman mengkorisir. Tidak. Asyik kat mitu kut aisprit. Terus dan wat ik ga doen is, ik blijf hem rapal, ik blijf hem oefenen, totdat ik het juiste heb. Dan wanneer hij zegt, is ambiar, dan wil ik zeggen, het is compleet. En een bekende artiest, ik hoef geen namen te noemen, zijn het woord seto gelezen, of uitgesproken als seto, en ook het woord porto als porto. Is fout. Dus je wordt dan uitgelachen in Indonesië. Ik ben wel blij dat je zo'n initiatief hebt genomen om internationaal te gaan, en zodat Suriname, zodat jij ook de Surinaamse Javanen maar merken Dus ik wil aan de kijkers zeggen, blijven jullie ready. Ik ben bezig met mijn nieuwe videoclip. Ik heb mijn lied al aan Ondus gegeven, Wislali. Ik ben bezig nu met de videoclip. Jullie zullen het wel sowieso te zien krijgen via Persatu TV. Sowieso. Al mijn clips. Oké, Mas Paul. Ik mou. Je hebt de kijkers verteld dat je nu
internationaal, dus op het internationaal forum gaat begeven door tussenkomst van deskundigen in Indonesië, tekstschrijvers en arrangeurs, etcetera, etcetera. In Suriname krijg je de backing van? In Suriname ben ik dus de backing van de Masaipa Wiruwijo. Hij is dus in feite, met hem ben ik in feite begonnen met als het ware zingen. Dus waarom? Ik was een keer bij hem gestapt, ik zeg van, weet je wat, ik heb zo'n tekst nodig, kunt u het voor me schrijven? En hij is een hele goede tekstschrijver, daar niet van. Hij heeft het binnen een half uurtje heeft het gedaan. Hij heeft het voor me gestuurd, toen zei ik van, oké, u bent snel. Hij zei van, omdat ik heb een vertrouwen in jou, van, je gaat het kunnen, snap je? Ik heb gelijk contact gemaakt met meneer Mantje Kassel. Hij heeft een heel mooi arrangement gemaakt, het lied heet Putraku. En na Putraku, ik heb heel veel goede comments mogen krijgen van het publiek. En dat heeft mij gemotiveerd eigenlijk. Naast mijn vrouw, want mijn vrouw is ook mijn motivatie, want zij is, als je een vrouw hebt die niet achter jou staat, heb je ook een probleem. Yeah. Vooral muzikant, toch? Mijn vrouw heeft me bijgestaan in alles. Ik ben blij, ik ben trots. En daarnaast is Masai, die heeft mij ook de push gegeven en mij gemotiveerd van hey, go for it. Zo net heb ik met jou gesproken, dus voordat je de studio instapt, heb ik met jou in het Javaans gesproken en ik heb mogen concluderen dat jouw accent goed is, maar de naam is geen Javaanse naam. Nee. Desalniettemin kan je goed Javaans praten. Klopt. Je kan Ngoko praten, maar Poso, kan je Poso praten? Poso, ga je eerlijk zeggen, toen ik voor partij werkte, moest ik voor pas Weilen Minimin. Heb ik dus mogen leren van hem. Ik kan niet heel veel meer praten, maar ik kan wel nog groeten. Ik kan nog een beetje, weet je. Ja, Bahasa ben ik ook nu bezig te leren vanuit Indonesië. Omdat bij hun gaat erom, als ze met mij moeten communiceren, moeten we over elkaar verstaan. Kijk nu, toevallig is er een stadje in Indonesië met wie ik werk. Stadje Poweredjo, daar praten ze als wij hier in Suriname, de Japanse taal. Alleen een beetje anders, maar ik probeer dat stukje te verstaan. Als ik het niet versta, dan gaat hij het vertalen in Engels voor mij. Toch? En zo leer ik het een beetje. Ik leer hem het Surinaamse taal en hij leert mij het Bahasa. Je hebt de kijkers nog niet verteld van waar je afkomstig bent. Oh ja, ik ben, ik woon Paramaribo natuurlijk. Ik ben iemand van Noord. Ik weet niet of ik nog lang op Noord ga blijven, want je weet, hoe ouder je wordt, je wordt een rustige omgeving. Of je in Indonesië gaat wonen. Indonesië, men heeft mij al gezegd van, kijk, want mijn liederen, ik heb in totaal 4 liederen al gebracht in Indonesië. En andere liederen draaien ook al af in heel Indonesië en ook in Nederland, RBBK Radio. Men vraagt al naar videoclips. Je weet, in Suriname, niet als Indonesië, in Suriname hebben we dus andere prioriteiten in feite is, voordat we dus die videoclips gaan maken. Maar nu dat hij erachter zit, mensen vragen ernaar en hij van oké, dan gaan we dus shooten. En het is nu tijd om een beetje. En dit alles heeft ook gemaakt door de hele COVID-situatie hoor. Dat ik eigenlijk de keuze heb gemaakt om te gaan zingen. Want we konden geen live muziek meer spelen. Wat ik alleen deed is thuis in de studio, lieder arrangeren en zo. Maar ik wilde eigenlijk, ik mis die outdoor dingen eigenlijk. Ben ik gaan kiezen voor zingen. En wat ik heb opgemerkt, de meeste muzikanten nu gaan nu zingen. Een goede vriend die wat mooi is, toetsen en hij is ook gaan zingen. Snap je? Dus het is leuk om het zo te zien. Wij als muzikanten willen ook bewijzen dat wij als muzikanten ook kunnen zingen. Ik zeg niet dat ik topzanger ben, maar we maken onze moeite om toch de gemeenschap een beetje tevreden te stellen qua zang. En al mijn teksten hebben echt goede betekenissen. Vooral in deze tijd waarbij je te kampen hebt met de pandemie, kan je niet naar buiten treden, dus ga je niet kunnen optreden. Klopt. Vandaar dat ze het besluit hebben genomen om dus focus te maken en op YouTube plaatsen, et cetera. En het mooie ervan is, ik ben ook bezig nu
dat is van het Surinaamse project. We zijn bezig met een lied over COVID. Een heel grappig liedje. Waarom grappig? Surinamers, als wij dus bijvoorbeeld een lied naar voren brengen, men gaat dat niet echt serieus nemen. Maar alles wat grappig is, komt het makkelijk weer in. Oké, Paul, ik wil je nu vragen om onze kijkers, om tot onze kijkers te praten, maar niet in het Nederlands, in het Javaans. Welk boodschap of wat je gaat zeggen over welk onderwerp, weet ik niet, maar ga je gang. In het Javaans. Oké. Bunga, singkrumoke bunga. Oké. Kalau sulur, lah saya juga ngerti ya, COVID ya. Nak kue sembrono nganggo moncap ya. Nak kurang nganggo moncap tangane kue di iso ya, aja lali ya. Nak kue budal ning kecanan apa budal ning sembarang orang ngerti. Aute iku apa jenenge iku afkorte iki apa ning ada hal semiteri itu loh, Mohana. Mohana. Ojo lali Mohana. Ya, para sulur, COVID ini orang main-main-main-main itu. Ya. Orang sembrono. Orang sembrono. Ya. Orang guyon. Orang guyon. Jadi mas itu sih di rewanya aku ngomong sedikit, belajarnya ngomong cowok sedikit. Ya. Namun aku ini belajari ngomong cowok sing penting. Wah, menawa iso ngomong kanggone apa lagu-lagu sing arep mbok cipta, arep mbok apa iku dingirimke. Iya. Di apa jeneng iku ngomong Jawa supaya ne simba-simba sing delok iki padha ya bunga to ngrene Mas Paul bisa aturan ing basa Jawa. Iya, oke. Simba-simba balanang lamane Pak Wito. Aku iki opportuniku cek beli pisah karo persiapan ya persiapan karo ya karo lagu-lagu senyar karo iku lho wong Indonesia direwangi aku iso gawe musik ning Indonesia yo lagu-lagune wis ambiar lagu-lagune wis apik yo so ning lagune wis mlebu tak ngirim ke gue Mas Dus laku iso ngerakir laku sembarang iya oke okay, kesempatan al is it a drupal coba nih itu pelan Maria Petgedan iya kesempatan mbok ujo take bisa ngomong Jawa poro pemirsa sing tansa tak kormati apa sing tak jaluk ikmu di ujo take jeneng Mas Paul Heidanus jenenge ora Jawa aku bunga lan bombong yang kurungu jeneng ora Jawa kok iso ngomong Jawa. Iki rada apa iku mau jenenge rada ndredeg menawa ngomong Jawa. Mono njaba mongane waduh kaya manuk ngoceh kok. Lah iki nang jero kayae mundur-mundur. Oke. Terus apa sing digawe target dening Mas Paul Heidanus? Mung ora ning kene wae. Uga dijembarake pamikirane jembarake sing ditindakne iku nyanyi lagu ing basa Jawa amarga lagu ing basa Jawa nak dimirengake utawa dirungokake dening para pemirsa apa para penonton apa para pamireng ya pamireng Jawa iku nak tembunge ora cocok diguyu mulane yo ing nggawe lagu ning basa Jawa. Amarga yen dirungokake dening para pemireng ning negara Indonesia apa liyane panggonan, nah lagu-lagu iku dicampur karo tembung londo, tembung seranang tungo, tembung Hindustan iku ora bisa ngerangge, ora bisa di apa ikmum wongane ora dunung mulane sing dinyanyi dening Mas Paul Heidanus iku pepancen kanggo wong Jawa ing seluruh dunya
jalanan miturut zaman global, yaitu zaman ITC kabeh wae ning seluruh donya senajan nang pucuke gunung apa nang dia bisa mirengake liwat songkop iku teknologi saiki zaman saiki terus bisa dirungake lan didelok dening sapa wae ing seluruh donya mulane Mas Paul Haydan stiti-ati-ati anggone ngucapake ning jerone lagu paham karo tembunge ya perlu titis karo tembunge supaya ne ora digeguyu dening sapa wae ning manca negara aku bolak-balik ngomong aku bunga lan bombong ngrungokake apa sing diaturake dening Mas Paul maune pisanan Mbak Sher nembung aku apa matur marang aku Pak Dus tak kenalke karo seniman iku Kang Asmo Paul Haydanus. Wah, jeneng Haydanus iku wis dhuwur banget. Aku moh iki iki mung forum kanggo ngenalke iku seniman sing isih baru. Lah iki mau aku krungu yen Mas Paul Haydanus iku patrai temenan ya sedulure Rudolf Haydanus sing nyanyi karo lagu Suripop Giyu iku mamane pamane Paul kaya vertel over your Mas Rudolf Haydanus dat je een familie bent van hem. Ya ik ben lagu namun jauh mana ya. Lah iki Mas Rudolf Haydanus iku mamangku. Ya, iki kakange jenate papaku ya. Lah iki nyanyi suri pop iku laku ngomong karo wong barang. Lah iki kowe wis tuwa ya. Lah mesti enek ijek apa jenenge iku ijek sedulur ya sing iso nggake jenenge ijek ya. Lah aku ngomong karate kumbarang barang nyanyi, laponan kumbarang nyanyi, lah aku ngomong aku dise ngono aku wis do enek apa jenengku ning duri terus adekku dicelek ning kono barang. Adekmu jenenge sapa? Juno. Juno Hedan. Wong barang biyen duwe apa jenengku main song festival barang di ning sana budaya iso juga praise nomor loro nomor kali. Ya. Aku kurungu yen Mas Paul Haydanus mau ini kesenangan percaya, radio percaya. Biyen ya, biyen aku ning kesenangan percaya ibu, biyen ning seminar langsung wae ibu. Versorok program. Ya, versorok program Paul special biyen. Sak jam iki. Lek jerone program iku isine apa iki? Kaya seneng-senengi nak wong duwe live this problem ku romantis yo jeneng kaya romantika ngono. Okay. Kasmaran. Iya kasmaran persis. Payu pukul sholat pukul rolas tekan pukul rolas bengi. Iya jam sholat tekan pukul rolas. Dah aku sing ngurungake aku nom noman apa tuek-tuekan. Kerep ngomong sani. Dia nak aku neng ngali percaya suaraku yuk. Enak wong enak simbayu lo. Ngomong suaraku. Wong ngebel aku. Mas, lah kuwi jeneng studio aku ngomong iya. Lah wong teko. Iya. Aku tarani wong nom. Lah saiki wong teko, lah aku wiro wong tuwek. Ora tuwa, tuwek. Tuwek. Piye pilih Mas Paul ning ndi? Mas Paul wis minggat. Ngomong. Lah wong jagong kono lho. Ngenteni. Aku ngomong kenapa mak, kenapa mbak, ura suaranya ampuh, suaranya aping aku melaku Mas Paul, aku ingin meneh terus di ngangu seneni aku udah tembuyu-buyu ya aku, wis pirang keneng tajara itu intuidri, telung tahun kerjaan saya bian wis saiki kumbarang guyu-guyu ya lan aku seneng kecaan iki
omruk media wis sembarang nyanyi musik wis sembarang. Sing bo aturake ku Mas, nak penyiar radio iku ngalami dos sun erfaring if yeah. Iderin as yeah. Omruper. Sing muni open yo arep. Iya. Kancaku sing wis ora ono yaiku ora setak jebut jenenge wis ya, ora ngerti ora sugeng iku ngopeni ya koyo sing mbok aturake mu mbak tuwe lha iku nyuruhi kancaku iku kon jiko arep budal kerja kon mau mampir dhisik iya jiko bontot tapi malu mangan bontot iya lha iku yo kesenengan juru penyiar lah seneng aku kesenengan juru penyiar seneng iya. Lah pelajarin biyen pelajari ngomong basa iku wis angel. Nanging aku barang di nganu. Aku mlebu dadi penyiar nang apa iku percaya ngomong aku angel. Amarga aku mulai kerja ning bersama ya basa utawa kromo, ngono to. Basa ya. Ngomong aku iku angel, terus para pemirsa sing tansah tak hormati iki ya obrol-obrolan Kapten Dus karo Mas Paul Heidanus ngalami dhewe dhewekne versorek yo nggulawenta siaran ning radio percaya mbok pirang taun sing kepungkur iku siaran kanggone kasmaran lan nanggone iku ana salah siji ne simbah teko amarga gandrung suarane Paul iku aku ngomong kancaku mbiyen ya dewene wis ora suku open neng koyo ngono iku wah sembarang ditampani sembarang dicikut marani njikut bontote nang omahe padhae sembarani terus kanggone dadi penyiar yo ngalami sing barang api iku ngarani barang api senajan menawa ana sing nyoal iku kena gawe pengeling-eling yo kena gawe geguyon Mas Poli ngomong iki karo guyu ngono iki Mas oke kena tak ringkes ngene yeah. Mas Paul duweni ikmo tujuan utawa target ning Suriname saja ikmo nang perkarane musik ya wis persade yeah. Iku wis komplit lan wis warek ya yeah. Lah saiki menyang utawa mangkat ning dalan internasional nyambut gawe bebarengan karo para ahli sangko mancanegara ya sangko tanah budaya Jawa oleh pendorongan ini wong loro ya kaya sing padha nulis teks lan uga sing dadi arrangeur kunam Suriname oleh pendorongan saka ngene Pak Sai Pak Wirorejo lan Mas Mancekarso tegese wis komplit kanggo nerusake lan kanggo ngluari apa sing digawe tujuan ning Suriname kene saja ikmu saiki ing wektune dina saiki wah seniman sing anyar sing nom luwe akeh lan ing wektu iki keganggu pageblok corona utawa COVID-19 artis-artis iku ora iso metu mulane ya padha wah kepengin optri dan kepengin pentas ya lan liwat songko YouTube iku padha ndele lagu ndele klip supaya ini bisa didelok sapa wae ning seluruh donya lan sing digawe tujuan dening Mas Paul gawe lagu iku ing tulus Jawa terus real basa Jawa supayane bisa dianggap ditampa lan dirungokake dening turunan Jawa ing seluruh donya nak tembunge ora cocok nak tembunge ora apik iku male digeguyu aku ngomong bolak-balik digeguyu ora diguyu digeguyu ya terus yoiste intonasi yoiste klang yoiste eisprak kanggone basa Jawa wis tak kei conto iku formil kaya sedo ngomong sedo bodho ngomong bodho wong bodho klop ni terus ning kono iku mau aku ora geguyu aku ora nyoal, aku nguwai verbiter utawa korisir nak ditompo ya apik ora ditompo ya ora apa-apa ngono. Oke. Okay. Mindful informasi say the show Mas Paul. Yeah. Miskin happier
nog iets toe te voegen. Ja. Kan gone konco sing ning jopo konco sing ngrumoake Mas Paul lan oh ya aku urung teko ikmu. Okay. For welk groep musik formasi? For welk musik formasi? Heb ik al eens gespeeld. Ja. Oké, is een mooie vraag. Ik ben begonnen bij, het was toen Final Step. Heb ik daar 11 jaar mogen spelen. Na Final Step ben ik geweest naar PL, als band toen. Ja. Van hieruit ben ik geweest naar New Occasion. Daarna is hij geworden Smelt Cruise. Na Smelt Cruise ben ik geweest naar T-Selection, muziekformatie op Tamasari. Nu is hij Hotstuff. Dus de meeste fans zijn dus naar Hotstuff. Ze hebben dat doorgebracht nu. Ook voor Yasuri heb ik gespeeld. Ja. Ja, ik heb ook mogen begeleiden toen Mastel Rap binnenkwam. Heb ik dus ook mogen begeleiden. Ja, zo een beetje van alles. Zo een beetje, ja. Jenenge wis mbok jajahi kabeh. Iya, iki jenenge kabeh. Nah, wat wil kita om te zeggen om dus? Ja. Net, u sprak net over uitspraken en dat soort dingen, toch? Ja, van taal. In Indonesië, nee, ken je motor, je motor? Lain Indonesia motor bromfiets. Iya, motor. Iya. Sepeda motor. Iya. Lah aku ngomong karo kancaku ning kono Mas Eko iku. Mas, lah aku duwe motor piro? Terus wong iki kayak video call. Oke, iki motor sitok. Loh, iku ora motor iku bromfiets iki ora. Iki motor iku mobil. Mobil. Lah aku ngomong wala ning kene ning Suriname jalane motor. Terus that's so shit for skill. Hoe wij het uitspreken en wat de betekening is van bepaalde woorden en van Indonesië is hetzelfde, is anders, toch? Dus nu dat ik contact heb met Indonesiërs, dan leer ik ook heel veel meer eigenlijk, toch? Qua de Javaanse cultuur eigenlijk. Dus ja, dus dat ook dus. Heb je nog een boodschap? Ja, ik heb natuurlijk nog een boodschap. Nou, een zeer belangrijke boodschap ook. Als jij twijfelt om bijvoorbeeld te gaan voor de muziek, toch? Twijfel niet. Je weet nooit waar jouw gave ligt. Gestel dat je bijvoorbeeld een goede toetsenist kon zijn en je houdt jezelf achter, dan ga je nooit weten dat je een goede toetsenist kon zijn. Ook zo als een zanger bijvoorbeeld, je zingt maar thuis. Probeer het, ga naar een studio. Wie weet word jij een van de goede vocalisten hier in Suriname, toch? Een simpel voorbeeld bij mij, bijvoorbeeld. Ik ben geen topzanger, maar ik doe mijn best om dus jullie als kijkers toch een mooie ding naar voren te brengen, een lied naar voren te brengen. Van één nummer is hij nu naar twee projecten, toch? Ik wil bepaalde mensen bedanken. Cara Jawa dise, monggo Mas Eko ora tulung. Iya, iya. Aku arep nyuwun Mas Eko kartu Rejo Pagio karo Mas Lili songko Indonesia di mei ook stimuleren. Natuurlijk bij deze. En natuurlijk hier in Suriname wil ik natuurlijk Mas Saipa Rejo bedanken en alle andere arrangeurs die ook meewerken aan mijn project. Matur kesun. Siap. Para pemirang, para pemirsa lan penonton TV Bersatu ya siaran Blencong apa sing diaturake dening Mas Paul Heidanus wis terang lan gamblang dhewene mau lekas nyanyi ya setahun sing kepungkur ananging main musik wis pirang-pirang tahun mau disebut main ke Final Step, main ke PL House Band, uko formasi selection. Or selection ya. T-Selection. Oh, T-Selection. Uko songko di mana ikmau? Smell Cruise, di Occasion. Oh iya, Smell Cruise, no Occasion mau ne? Ya, Yasuri. Okay. Wah, wis oke banget. Yasuri, karo Hot Stuff. Hot Stuff, ya. Dengan sih mau nak dihitung ya, oke banget. Senajan mung sak tetes sing pun wis dijajahi wis apa iku mau wis ngicipi ning macam-macam formasi tak kira wis cukup
ora usah ta terjemahake apa sing tak aturake ing basa Londo, wis ora usah tak terjemahake mau Mas Paul ya wis nggawenehi apa iku mau aturan kanggo mungkasi siaran iki ora liwat dungo dinungo aku lan sampean sebagai penonton ya ndungake kita bisa apa iku mau nglanjutake mau nerusake siaran iki liwat Soko Bersatu Televisi. Iki mau siaran nomor ya sambungan nomor 55 51 ora diwat ya tak sikek semene wae lan bisa kepedhok meneh ning jerone siaran nomor 52 dat was dan forat betref this aflevering van Plencong waarin we the artist Paul Heydanus hebben belegd. Bedankt voor het willen kijken en graag tot een andere aflevering. Als ik me niet vergis, dan is het aflevering nummer 52. Goedenavond.